Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een knijperpistooltje maakt. Uiteraard heb je daar een knijper voor nodig. Die knijper hebben wij alvast voor je uit elkaar gehaald, dus dat hoef je niet meer te doen. Nou, als je die knijper hebt, dan zul je van één van de twee een stukje af moeten zagen. Precies hier, bij het bolletje, gaan we hem afzagen. Hij zit in de bankschroef en je gaat hem nu netjes zagen, precies waar ik het lijntje heb getekend. Nu is het stukje eraf, maar allebei de stukjes heb je nodig. Gooi deze dus niet weg. Hij is een beetje scherp, dus je moet hem ook een klein beetje schuren met een schuurpiertje. Dit is nu half rond en dat is niet goed. Dat gaat eigenlijk niet goed komen. Dat moet vierkant worden. Dus we gaan hem weer in de bankschroef zetten. En we gaan voorzichtig met de vel er een hoekje aan maken. Je ziet dat er nu veel meer een hoekje aan zit en nu blijft hij een stuk beter zitten. We gaan hem op elkaar doen. Het hoekje wat we net hebben gemaakt zit eronder. Het gezaagde gedeelte zit er bovenop. En we maken hier precies een mooi rechthoekje. Dan ga je het elastiekje eromheen doen. Het elastiekje dat sla je er 5 keer omheen. 1 keer. 2 keer. 3 keer, 4 keer, 5 keer eromheen. Zorg ervoor dat hij even netjes zit, dat er nergens kreukeltjes in zitten. En dan moet nog de veer eromheen. Je schuift hem met het ronde deel aan de achterkant eroverheen en dan klap je hem voorzichtig om. Nu kun je deze eroverheen pakken. En hem mee naar achter nemen. En als het goed is, blijft hij hier mooi zitten in het gemaakte groefje. Op zich is je knijperpistool nu af, want zodra ik hem hier in zou laden, kan ik er een lucifer tussen steken en hem afschieten. Maar we hebben nog een stukje bewaard. Dit stukje kunnen we nog aan de andere kant vastlijmen met hete lijm. De lijm heet hete lijm, omdat hij ook heel erg warm is. Pas dus op dat je niet je vingers raakt. Je doet een klein beetje aan de achterkant, doet meteen het houtje erop en wacht dan eventjes. Het moet eventjes drogen, dus over een seconde of 20 is het droog. De lijm is droog en nu kunnen we iets gaan schieten. Je schuift het kleine stukje knijper naar voren en haalt de veer naar achter totdat hij in het andere blokje valt. Dan kun je er een luciferhoutje tussen doen. En die schuif je door tot precies het veertje. En dan kun je hem afvuren als je wil.